Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Nou, ik ben alweer thuis van school. En de dag zit dus alweer op, tenminste met school. Want we gaan... misschien. Ja, ging was goed. Ja, bedankt. Ja, we hebben eerst softbal een beetje gedaan. Dat ging goed. En daarna gingen we 200 meter sprint doen. En daar had ik 34,23 seconden. En was dat goed gemiddeld? Ik zou een 8 hebben. Een 8? Nou, dat is een beetje goed. Dan kun je een cijfer halen in de sprint. Ja, uiteindelijk moet ik dit voor cijfer gaan doen. Oh, oké. Okay. Dus ik zou dan nu een 8 halen. Nou, dat is wel lekker toch? Ja, dus dat is best goed. Daarom? Nou ja. Dus daar ben ik wel tevreden. Oh. Hey, we gaan even naar het Stadshart. Ja. We gaan even kijken. Die net open is. Meer zeg ik even niet. Oké. Okay, ja, dat is wel leuk. Let's go. Dus. Let's go. We zijn er. Goed, ik zal even vertellen wat ik van plan was. Oh nee. Ja, bij de Solo is nu de Halloween kelder weer open. Ja. Dus ik wil eventjes kijken bij de Halloween kelder. Ja. Zeker leuk, omdat die nou nog nieuw is en verse dingen. Nu alles er nog is. Nu alles er nog is. Of juist nog net niet alles er is. Dat kan ook nog. Maar ik wil even kijken. Goed, dus laten we even gaan. Oh, en zei je net ook nog dat je eventjes naar de Hema moest? Ja. Vertel. Ik heb een woordenboek nodig, Frans-Nederlands. Oké, ja. Maar dat komt waarschijnlijk omdat je nou je met je... Frans. Met je mobiel niet meer mee naar binnen mag? Nee. Klopt. Oh, oké. Anders had je je mobiel gehad. Ja, dat mag dus niet. Ja. En sowieso op een examen doet ze mag dat wel helemaal niet. Oké. En daarnaast wil ik even een schrift een kleintje halen. Ja. Voor Engels. En ik wil badjes hebben. Wat voor je make-up? Oké. Ja, nou. Dus het is niet alleen Solo, maar het is dus ook Hema. Ja. Jeetje. Je ziet ook de hoekhandel. Lekker hallo. Je weet het nooit, hè? Nou ja, eerst even kijken. Hè. Het is Frans. Dit is Nederlands-Frans. Ja. Oh. Nou, we gaan weer even Solo, dan weet je het hier. Hè? Ja, 2 voor 15 dus. Ja. Dan kan je het ook terug weghalen. Ja. Ja? Oké. Oké. Ja. We hebben hier natuurlijk niet zoveel aan. Aan al die dingen. Nee, maar we gaan even beneden kijken. Ja. Nou, ga maar. Ik ben benieuwd. Ja, nou. Ja, dat is de ergste, die ken ik niet. Dus. Er is echt glas in. Wow, hij moet nog indrogen. Ik wilde hem aanraken, maar ineens zag ik hem op de spuit. Dan eng. Ja, ik zou het weer aan je slaapkamer hangen. Ja, dan ga ik dat waarschijnlijk. Het engste eigenlijk. Oh! Gebeurt. Ja, hij is een beetje ja. Je hebt dubbel gezeten. Dat is waar! Oh, dat! Dan moet je oplossen in je mond. Het zijn die pilletjes, die moet je in je mond doen en dan lost het zo op. Oh, jeetje. Heftig. Ja. Ja. Maar ik wil ook ieder jaar. Oh. Is het wel heel? Nee. Maar dat is best een kaartje voor je ogen. Happy Halloween! Halloween! That's right here. We started the party without you. But don't worry, we're taking this thing into November. Laat maar weer. Gaat er niet over. Zo. Kunnen we niet bij de maskertjes? Ik zie wel jouw masker. Nee, ik kan verder niks mee. Dan maak je herrie waarschijnlijk. Kijk hier naar. Ja. Echt een bord water. Ja, ik krijg over die hasjes kan. Zo, kijk, zie je dat op? Pauw. Goed. Ik heb nog niet echt hele leuke dingen gezien. Oké, ja, dan moet je blijven zoeken. Net zoals vorig jaar, dat heb ik nog niet gevonden. Nou, wie weet, blijf zoeken. Die is nog heilig. Ik denk dat er ook een licht uit. Staat je goed? Wetkeelbril. Ja. Happy Halloween! Wat is dat voor teken? Ja, gewone bloemetjes. Joh. Okay. Allemaal geluiden achter de wanden. Ja. Lekker. Echt heel veel. Welkom Grandma again. Somebody better get him some candy. Kijk, in onze elf. Oh. Kijk nou. Ik zou het niet meer herkennen hoor. Hier weer met paars. Nou, hé. Hey. Ja. Beter. Dit is die van, wat je tekenfilm ook weer? Coco, doe je die? Ja, nou ja, ik denk het wel, ja. Nee, dat die, ja, die geesten. Houdt dat meisje? Ah ja, nee, graag. Wat bedoel je? Je wil Disney van me, die geesten. Ja, Coco. Oh. Ja. Ah, als ik ga praten dan hoor je het helemaal in, dat is zo hard. Nou. Oh. Kijk. Nou, ik, zo. Hij moet wel een groot hoofd hebben. Ja. Pinkje zit er. Ja. Nee? Nee, past niet. Er is geen achterrandje aan. En normaal heb je een groot hoofd, dus moet passen. Een heel klein hoofd. Oh, oké. Okay. Een heel klein hoofd. Dat heeft een heel klein hoofd. Oh, oké. Okay. Wat is het? Maar wat is het? Wat is het allemaal? Wat gaan we oordelen? Nou, een hamburgertje. Ja, waarom? Nee, wat zijn, wat is het? Hersenen. Ja, wat is het? Ogen, ja. Oor, vinger. Dit is je, hoe heet dat? Je lever. Wat is dat? Ik kan het dit een hart me voorstellen. Dat is mislukt. Nou, ja, leuk, leuk. Voor school. Ja, heerlijk. Een leermomentje. Ja. Alright, hebben jullie nog wat gezien? Nee. Nee? En jij soms? Nope. Nope? Nee. Leuk. Dus ik waar. Nou, ze waren nog niet helemaal klaar, hè? Nee. Nee. Oh, ja, jammer. Ja, de volgende keer dan. Over een week of twee dan. Ja, dan zijn ze helemaal klaar. Of dan is het helemaal leeg. Ja, dan is het helemaal leeg. Kan ook. Oké, okay, en nu ben je bij de Hema. Want je moest nog wat hebben, hè? Ja, een schrift voor Engels. Lijntjes of... Maakt niet uit. Ik vind het zelf persoonlijk fijner om in ruitjes te schrijven. Oh. Dus daar mag ze het dan mee doen. Ja. Ja. Oh, mag ze hebben? Want waarom zo? Jij moet er weer lezen, toch? Ja, maar zij moet per se een schrift hebben zodat ze hem kan lezen. Oh, oké. Okay. Zij gaat schrift innemen. Oh. Dus ja. Dan mag ze het hiermee doen. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik ga niet even lopen. Om mijn toetsen in te doen. Ja, en zo er nog meer. Leuke pasjes, denk ik. Van foto's, ja. Het zijn van die automatische... Polaroid. Polaroid foto's. Oh, okay. Ja, wel leuk boekje. Maar ik denk dat ze die hebben. Ja, vraag maar even. Vraag maar even hier. Die mevrouw weet alles namelijk. Van thuis kan je het gewoon opzoeken online. Dus dat is alleen puur voor school. Ja, en voor toetsen. Voor toetsen? Ja. Oh, oké. Okay. Bij de derde mag je woordenboek, tenminste bij mij mag je woordenboek gaan gebruiken. Oh, nou. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, ze hebben deze hier niet. Nee. Maar dat komt wel. Ja, joh. En... Ja, ik moet gewoon... Het zijn trouwens echt heel weinig. Gratis apart wakkerschijfjes met je Hema-pas. Die heb ik. Nou, top. Hoeveel wil je hebben pakken? Toch dat pak met 3 gehaald? Ja. Ja, was dat alweer goedkoper? Ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, anders moet je eerst voor zoveel besteden. Dus dat, ja. Ja, als die nodig is. Nee. Ja, waarom? Ja, dit worden ze? Ja, dit worden ze wel. Alright. Dat is wel goed. Nou, oké. Okay, geregeld. Oké. Wil je nog even hier kijken, toch? Ja. Want, vertel. Een sportshirt halen. Een sportshirt? Okay. Voor LW2. Ja, een sportshirt. Het ziet er niet uit als een sportshirt, maar het is het wel. Nee, je zit er in een sportwinkel dus. Zwarte? Die hoor je eroverheen te dragen. Overheen? Ja, ja, dat is, die draag je dan. Ja, zwarte? Ja. Witte kleur. Hoezo? Het is gewoon een sportshirt, hoor. Zeg ik kanarie. Kanarie? Hoezo hebben jullie onze kanaries gezien dan? Maakt niet uit. Gele? Hier, een gele kanarie. Nog eigenlijk. Oh, oké. Okay. Nee, boven niks? Nee. Oké. Okay. Nou. Ja, dan blijft er niks anders over dan naar beneden te gaan. Ja. Wap, wap, wap. Zo, ik heb spierpijn in mijn bovenbeen. Kun je het nu al? Ja. Ik hoor je gewoon praten, ik hoor gewoon... Wat ga je oefenen? Oké, deze. Ja. M. Het is wel een beetje groot, maar... Oké. Okay. Deze in het S. Het zwarte. En een broek. En een zwarte broek. Oké, okay, ja. Dan nu. Spiegel. Oké. Okay. Ja, ben ik klaar voor? De broek wordt het niet. Oh, de broek wordt het niet? Kijk, leg even of ik ga opstijgen. Oh ja. Je hebt nog een broek eronder. Ja, dat... Ja. En dan dit. Oké. Okay. Ja, het is wel lekker. Nee. Het zit ook niet. Maar het t-shirt zit wel goed. Ja. En een t-shirt erbij. Nou ja. De witte en de zwarte. Maar die witte was groot, hoor. Ja, die witte was groot, dus die moet ik nog even passen dan. En hoe is die witte? Oh, je bent al zover. Kijk. Deze schijnt nog erger door dan die andere witte. Ja. Dus ik doe gewoon die andere dan. Ja. En alleen dan die zwarte? Alleen die zwarte? Ja. Oké. Okay. 2 zwarte? 1 zwarte? Je hebt 2 dagen achter elkaar, hè? Ja. Dus dan heb ik... Ja, ik kan die zwarte doen. Dus alleen die zwarte? Ja. Oké. Okay. Op. Nou. Is jouw dag elke dag een feestje? Ja hoor. Ja? Als ik in mijn werk ben, fantastisch. Oh, je werk? Ja. Oh, ik dacht dat je thuis was. Oh, nee. Ik ben thuis niet. Even volhouden. Oh, oké. Okay. Ja, alright. Oh. Alweer thuis. Wat eten wij vanavond? Ja, wat eten we vanavond? Goed, denk ik. Kun je het zien? Ja, het ziet er wel lekker uit, denk ik. Okay. Nou, klaar met eten. Bobby is op de kamer bezig met huiswerk. Ik ga even... Ik heb nog een dingetje voor haar. Oh jee, ik moet niezen. Nou, jeetje. Nou, zeg je. Dat neem ik snel. Wat allemaal moest gebeuren, wat je moet doen. Hé, hey, luisterstopper. Morgen gaan we naar oma, je overgrote oma. En we hebben, vandaag hebben we eventjes 2 foto's laten afdrukken van het Volendam. Oh! Dus ik zal even wachten, ik pak even een krukje erbij. We hebben 2 foto's laten afdrukken van Volendam. En als je die nou even in het lijstje doet, kijk. Tadaa! En de ander. Oh, dat is de gekke foto. Dat is de gekke foto. Ja. Dus ik, nou, als we die nou eventjes in het lijstje doen, dan hebben we morgen een leuk cadeautje voor haar. He, want we gaan morgen naar Berg toe, naar het verpleeghuis. En dan, ja, echt een cadeautje, dat heeft geen zin. Maar zo'n fotolijstje is dan wel leuk. Vindt ze wel leuk. Dat vindt ze wel leuk. Dus op die manier dacht ik even. Zo. En nou is haar. Tada! Nou, dat kan niet meer terug. Nee, kan niet meer terug. Was volgens mij ook niet helemaal de bedoeling dat ik nog terug zou gaan. Dat is 1. Doe maar op je bureau even. Ja. Even kijken wat er meer staan aan die kant. Dan gaan we dit even proberen open te maken zonder heel mijn nagels. Kan dat? Nee, dat is niet goed voor de schaar. Zo. Ja, ja ik moet je er 3 losmaken. Sorry? 3 moet je er losmaken. Ja, dat weet ik. Okay. Maar ik wil niet dat mijn nagels... nee. Deze is toch al kort bij mijn duim. Zo, okay, ja. Ja. Nou, dan moet je even weten welke de onderkant en de bovenkant van het lijstje is. Ja. Zo. Ja. Nou, dan moet alleen dat witte lijstje eruit dan. Ja, moet je het zeggen. Dan moet ik er grote voor doen dan. Oké. Okay. Ja. Volgens mij past hij zo in. Oké. Okay. Dan doen we het lijstje er weer in. Het papiertje er weer in. Nee, dat andere ook. Dat andere ook. Die ook. Ja, die ook. Daarachter. En dan die andere papier ook nog. Oh. Hop, een beetje stevigheid. Want je denkt dat het... Nou, mocht je een keer nodig hebben voor een andere foto, dan heb je tenminste weer ringetjes. Nou, kijk nu even te kijken of die goed zit voor je vrouwen. Kijk. Wauw. Toch? Prachtig. Schitterend. Nou, vastmaken en dan die andere ook nog. Zo. Dat is 1. Oké. Okay. Nou, wat leuk. Tadaa! De een op de nachtkastje en de ander aan de muur. Kan die aan de muur eigenlijk? Zit er een haakje van de muur? Ja, hier. Ja, maar dan moet je hem denk ik... dat kan. Dan moet het verhangen toch? Nee, ja, dat kan niet zo. Dat gaat niet lukken. Nee, dan moet dat haakje denk ik verplaatsen. Dan moet dat in dat blankje. Ja. Moet ik het weer openmaken? Ja, ja nee, ik... doen we morgen wel, want voor zelf ga ik hem nu helemaal openmaken en dan breek ik mijn nagels af en doe ik het voor niks. Nou ja, maar je kan... Dus ik vind dat we dat morgen kunnen doen als we in haar kamer zijn. Oh, oké. Okay. Goh. Ja. Nou goed, grimmig sfeertje. Ja? Ja, nou, ik merk het. Ik vind dat we dat morgen kunnen doen, anders breek ik mijn nagels weer af, vind ik allemaal onnodig. Oké. Okay. In ieder geval, dit was het alweer voor vandaag. Echt waar? Ja, dit was het alweer, ja. Dat is ook, ik heb je mij heel even gezien. Ja, klopt. Je hebt mij weer heel even gezien. Dierenarts heeft denk ik het langst geduurd. Nou ja. Daar was ik natuurlijk niet bij. Nee. Daarna zijn we natuurlijk even naar de stad geweest. En nu ben ik met maatschappijleer bezig. Dus maatschappijleer? Maatschappijleer. Oké. Okay. En probeer dat mijn T-Pex gaat werken. Oké. Okay. Maar dat doet het even niet. Deed hij het dan of heeft het nooit gedaan? Hij heeft het wel gedaan, dus... Misschien is hij wel leeg. Hij is nieuw. Ja, nou en? Ik hoop niet dat hij nu al leeg is. Oké, begint goed. Nou, ik heb namelijk niet heel mijn schrift ermee volgen. Misschien moet je geen fouten maken. Oké, nou. Maar dat is niet het geval bij mij. Nee. Ik zou zeggen tot de volgende video. Nou, doeg! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!